President Desiree Delano Boutersche heeft positief bemiddeld in geschillen inzake de houtsector in het binnenland. Het is het staatshoofd gelukt om verschillende partijen op één lijn te krijgen. Dit gebeurde tijdens een meeting onder leiding van president Boutersche op het presidentieel paleis. Aan deze sessie hebben deelgenomen dignitarissen, oftewel het traditioneel gezag van de motuariërs en de quintis. Minister, er is een ontmoeting geweest met de dignitarissen samen met de minister van ROGB. Wat kunt u ons vertellen over deze meeting? Inderdaad hebben we vandaag een meeting gehad onder leiding van de president in eerste instantie. Samen met de collega van RGB en ondergetekende. Het traditioneel gezag der matuariërs en ook van de quintis, met name de hoofdkapitein, was aanwezig. De rode draad zijn de problemen met name in de houtsector daar in de beide gebieden. En we hadden ook natuurlijk de directeur van RGB en de directeur van SBB waren ook aanwezig. We hebben dus overleg gevoerd en we zijn tot een, laat maar zeggen, oplossingsmodellen gekomen die nu technisch zullen worden uitgewerkt door onze werkarmen. Want ook de directeur van het directoraat Afro-Surinamers Binnenland hadden we hier. En de beide directeuren, met name directeur Doas en directeur van het SBB, gaan in conclave treden. En zoals afgesproken zullen we rapportage binnen een week krijgen. Wat zijn de oplossingsmodellen, minister? In elk geval dat we tot een vergelijk komen, want we moeten de zaken toch wel, laat maar zeggen, onderverdelen. Er is een case voor wat we noemen de case Pusugrunu, waarbij jongeren van dat gebied in aanmerking zullen komen of moeten komen om ook te kunnen werken, de gelegenheid worden gesteld om te kunnen werken. Dat is een betere formulering. En dan hebben we ook dat, als u zich nog kan heugen, dat we wat acties hadden over ontevreden mensen in dat gebied, omdat concessies zijn uitgegeven waarbij men heel dicht bij de dorpen hout aan het oosten waren door bedrijven. En met die bedrijven zijn er nu afspraken lopen waarbij men zich terug zal trekken tot een bepaalde straal achter de dorpen. En dat daarvoor dus de overheid compensatie zal geven. En dat kunnen we gemakshalve noemen case New Jacob Konderin. En dan hebben we nog de case Quinty, waarbij de gemeenschap daar gevraagd heeft naar uitbreiding van hun bestaande gemeenschapsbos. Minister, mogen we zeggen dat dit gesprek in voordeel is van beide partijen? We kunnen zeker stellen dat dit gesprek in voordeel is van alle partijen, met name de gemeenschappen ter plaatse, maar ook de jongeren en ook natuurlijk de bedrijven die in dat gebied of in die gebieden opereren. We weten nu dat er een nieuwe minister van RGB is aangesteld. Hoe ziet u die samenwerking tegemoet? Want het werk moet doorgaan. Zeer zeker zie ik het positief tegemoet. Ik heb met de collega al een goede samenwerking gehad toen hij nog op het departement van LVV zat. En dus wij ook als ministerie van RO de volle ondersteuning hebben gekregen. U weet, we zijn ook bezig met het ontwikkelen van de agrarische sector in het achterland. En die ondersteuning is er. Dus we hebben al vandaag intensief deze zaken doorgenomen. We hebben lopende afspraken. En zoals eerder aangegeven, dat we het staatshoofd binnen een week zullen rapporteren. Dus ik zie het heel goed zitten. We moeten de collega wel de gelegenheid geven om zich in te lezen, in te werken op het ministerie. En dan zien we hoe we verder samen kunnen optrekken en de problemen, met name de districten en het binnenland rakende, samen zullen aanpakken. U weet dat we toch wel een issue hebben
hoog op de agenda van de regering om eens eindelijk het grondrechtenvraagstuk in Suriname op te lossen. En het kan niet anders dat het ministerie, de minister van RGB, een heel belangrijke rol daarin zal vervullen, omdat het grondbeleid onder zijn ministerie resorteert. Dank u wel, minister. Graag gedaan.